Geachte rector Magnificus, gewaardeerde collega's binnen en buiten Nijenrode, relaties, deelnemers, lieve familie en vrienden. Hartverwarmend dat jullie hier allemaal zijn en ik ben blij dat er voor mij nog een staapplek over is in de Volte. En dat is, dankjewel daarvoor. Laten we samen genieten van wat ik in essentie een mooi resultaat van samenwerken vind, al is het metaforisch bedoeld. Een filmpje van wat ik enige tijd geleden zag bij het opkomen van de zon toen ik door ons mooie park liep. Magisch tafereel wat mij betreft. De bladeren, de wind, de bomen, de grond, de zon, de maan, de nacht die overgaat in het ochtendgloren, de onzichtbare zaken als de wortels van de bomen, van het gras, de vogels, de zuurstof. Allemaal creëren ze met elkaar dit schouwspel, zijn in verbinding met elkaar. Samenwerken is magisch. In essentie is het zo simpel. Ieder element voegt gewoon toe wat zij heeft toe te voegen, gezien haar kwaliteiten. Ieder element is er en doet wat zij te doen heeft en doet ertoe. Dit filmpje illustreert voor mij wat samenwerken kan zijn. Zo mooi kan het zijn. Wat voor grote kans om dit als mensheid voor elkaar te krijgen. Daarover gaan we het komende uur hebben. Lees gerust mee of maak aantekeningen in de PDF of PowerPoint die je al hebt kunnen downloaden. Het is tenslotte een openbare les. Vroegere tradities waren dat je pas na deze les als hoogleraar betaald kreeg. Maar ik ben blij dat Nijenrode niet alle tradities in ere houdt. Dat is, Samenwerken is qua dynamiek eigenlijk vrij simpel. De ander geeft jou wat, waardoor je beter kunt werken. Dus de ander geeft jou wat, waardoor jij goed kunt werken, waardoor jij de ander wat kunt geven. En dan vervolgens krijg je wat Bill zou noemen een reinforcing loop. Dat wederkerige principe is echt essentieel. Als die er niet is, is er geen reden om samen te werken. Hoef je geen vergaderingen te hebben, kun je gaan scheiden, is het beter om alleen maar uitvoerder of toeleverancier te worden. Simpel in zijn vorm, maar als ik dit aan een managementteam voorleg om voor elkaar in te vullen, blijkt dat dit basispatroon vaak niet besproken wordt. Het duurt even voordat men de puntjes durft in te gaan vullen. En als dan de flappen opgehangen worden, wordt het wel heel doodstil in de zaal. Samenwerken is vaak iets wat onbesproken is en blijft. Samenwerken is iets wat langzaam maar zeker ontstaat. Vaak ook iets toevalligs. Samenwerken definieer ik dan ook als het emergerende systeem, het opkomende, langzaam zeker opkomende systeem tussen twee of meer partijen. Gevormd om een bezorgdheid, een probleem, een kans te pakken of iets leuks samen te doen. De spannende vraag is natuurlijk, kunnen we dit ook waarmaken? Kunnen we het ook? Mijn antwoord is ja, maar we maken er wel behoorlijk een puinhoop van regelmatig. Samenwerken gaat meestal goed. Met betrekking tot de mensenrechten hebben we voortgang geboekt de laatste 50 jaar. Ook de integratie van allochtonen gaat goed, al vergeten sommige mensen dat. Bedrijven werken steeds duurzamer. Het meest mooie voorbeeld dat het de goede kant op gaat is dat we in de vreedzaamste tijd ooit leven. Ook al is je dat mij in ieder geval voor mij lastig voor te stellen als je de kranten leest. Samenwerken is zelfs de kern van de ontwikkeling van species. De planeet hangt van symbioses, van samenwerking aan elkaar, zoals de endosymbiosistheorie laat zien. Een mooie aanvulling op de evolutionaire theorie. Samenwerkingen door symbiose van species die sterk verschillen, heterogeniteit, hebben nieuwe soorten gecreëerd en ons gebracht waar we nu zijn. Samenwerken doen we dus veel en vaak heel erg goed. Maar we maken er ook regelmatig een puinhoop van. De wijze waarop we nu organisaties inrichten en de manier van samenwerken die daaruit voortkomt, heeft niet voor iedereen een positief effect. Klachten als burn-out, overspannenheid en depressie stijgen.
14% van hun werknemers had in Nederland in 2014 burn-out klachten. 1 op de 7. Bij jongeren 1 op de 6. En ik was gisteren op een receptie en werd gezegd een onderzoek binnen de Universiteit van Utrecht, waar zelfs 1 op de 3 van de studenten tegen een burn-out aanloopt. Joris Luijendijk over de Londense City. Het is een Hobbesiaans universum. Iedereen tegen iedereen, met betrekkingen die doorsgaans nasty, British en short zijn. Een ander triest voorbeeld zie je op dit plaatje. We bouwen een fabriek om onze iPhones te kunnen produceren. Echter de wijze waarop we dat organiseren noodzaakt om netten op te hangen om de kans op zelfdodingen te verlagen. En liegen en bedrog lijken soms de normaalste zaak van de wereld. Samenwerken gaat dus nog niet altijd als gewenst. Ook hebben oplossingen voor onze vraagstukken regelmatig side-effecten die samenwerken en samenleven met elkaar sterk bemoeilijken. Bill Bryan en ik beschrijven vele van deze patronen in onze boeken. Een voorbeeld. Je bent visser en je vist niet voldoende vissen uit de zee om in je levensonderhoud te kunnen voorzien. Wat doe je dan als normaal mens? Je koopt een groter schip en je gaat vissen aan de oostkust van Afrika omdat daar meer vis is. Een heel normaal patroon. Niks mis mee. Maar jouw oplossing om aan de oostkust van Afrika te vissen heeft echter een boemerang-effect. Doordat de visbestanden kleiner worden, neemt de visvangst af en daarmee voedsel- en baanzekerheid voor de traditionele vissers en hun families. Eén traditionele Afrikaanse kano is 56 jaar bezig om te vangen wat één supertrawler in één middag doet. Hierdoor neemt armoede toe, waardoor men, om toch in het dagelijks onderhoud te kunnen voorzien, een uitweg zoekt in migreren, drugs, wapen, mensenhandel en of piraterij. Een fix that backfires patroon die ons samenwerken in dit geval op wereldniveau sterk bemoeilijkt. Door al deze ongewenste patronen in onze samenwerkingen en hun side effecten lopen we als samenleving tegen grenzen van de groei aan, grenzen van kwaliteit van leven aan. We zullen een volgende stap moeten nemen. Een rapport van Philips illustreert dit met een schets van de verschillende fasen in organisaties. Met dank aan Philips, die overigens mijn studie interdisciplinaire onderwijskunde hebben betaald lang geleden. Ook toen wisten ze al waarin ze moesten investeren. Dat is duidelijk. Dat is, dat hebben ze goed gedaan, toch? De fase waar we nu naartoe moeten is die van de transformation economy. Dus we gaan van industriële naar de transformation economy. Een samenleving waar we nog veelal in zitten, is die industriële, die zich, zoals je in het groene kader kunt zien, zich die transformationele economie kenmerkt zich door meaningful living, systemic, collective issues, meaningful contribution, transformative thinking, empathy and cooperation. Het gaat nu natuurlijk niet om de precieze inhoud. Het geeft wel een indicatie van welke kant we op gaan. We zitten echter op dit moment met onze zeer grote aandacht voor concepten als Lean Six Sigma, onze nadruk op efficiëntie, effectiviteit, performance criteria, kostenbewustzijn, nog veelal in de industriële wereld wat mij betreft. We zijn als de bouwers van de Suliteka-brug. Deze bleek zeer goed gebouwd. Kon stormen en orkanen weerstaan. De bouwers ervan waren apentrots op, publiceerden het overal. Totdat de orkaan Mitch er was. En je ziet hier exact dezelfde brug. Alleen een paar jaar later, na de storm Mitch. En wat je ziet is dat de rivier verplaatst is door de orkaan. De brug had geen functie meer in de nieuwe omgeving. Hebben onze huidige wijze van samenwerken nog een functie in deze complexiteit? Of is de rivier van het leven zich inmiddels aan het verplaatsen? En zullen we onze wijze van samenwerken anders moeten inrichten? Veel van onze samenwerkingen laten zich nog leiden door oude tijden. Mark van Vecht heeft het hier net al uitgebreid over gehad op deze plek. In het beste geval wat mij betreft industriële tijdperk, maar ik ben volstrekt met Mark eens dat het meer het savannetijdperk is waar we ons door laten leiden en ik denk zelfs nog eerder. Het savannetniveau kenmerkt zich door gerichtheid op korte termijn, beperkte scope en zeer snel een beeld kunnen creëren van wat er aan de hand is in een bepaalde situatie op basis van eerdere ervaringen. De competentie van snel en adequaat kunnen reageren bij gevaar hebben ons wel succesvol gemaakt. En ze maken ons nog steeds succesvol. Ze zorgen ervoor
dat we bijvoorbeeld hier redelijk veilig zijn aangekomen. Je ziet de rode lampen voor je en terwijl je misschien toch stiekem op je iPhone zit te kijken, rem je toch op tijd. Ze zorgen voor ondernemerschap, voor innovatie, het zien van een gat in de markt, niet te lang zeuren, niet met Jeroen allerlei onderbouwde business cases maken, maar gewoon lekker aan de slag met een leuk idee. Ze zijn echter van een kwaliteit veranderd in een potentiële valkuil. Ze hebben ons weggetrokken, kunnen ons wegtrekken van de realiteit van het moment. De huidige wereld vraagt om te denken op veel langere termijn. Vraagt denken op minimaal de termijn van onze kindskinderen en verder. De huidige wereld vraagt om samenwerking met onze naasten, zeker. De beperkte scope. Maar deze wereld vraagt ook om samenwerking met mensen die we helemaal niet kennen. We moeten naast de beperkte scope ook naar rechts toe. Een brede scope van denken ontwikkelen. De drie kernwaarden van Nijenrode sluiten wat mij betreft daar nauw op aan. Het is dus niet alleen maar stewardship. Nee, het is entrepreneurship. Ook korte termijn denken. Daar zijn we goed in, daar komen we echt niet meer vanaf. Dat combineren met stewardship. En misschien heeft leiderschap daarin een soort rol te spelen. Maar hoe doe je dat nou concreet? Eigenlijk is de simpele antwoord op die vraag, we weten het nog echt niet precies en nog sterker, we kunnen het nog niet. We zijn er nog niet voor geselecteerd. Jullie begrijpen dat je dan dus een professor nodig hebt die dat even uitlegt hoe het wel de wereld in elkaar zit. Nou nee, mijn betoog zal straks zijn dat we allemaal aan de bak moeten. In de eerste plaats weten we het niet. Heel veel onderzoek heeft alleen intra-organisationeel leiderschap bestudeerd. Er is nog weinig, en als er aandacht is op heel veel verschillende plekken, aan het day-to-day management van samenwerkingen tussen organisaties. Er zijn uitzonderingen, maar er is nog veel meer onderzoek nodig om een beter wetenschappelijk empirisch gefundeerd fundament te krijgen, waarin al die zaken geïntegreerd worden, om goede handelingsaanwijzingen te krijgen voor deze samenwerkingssituaties. Deze leerstoel houdt zich daarmee bezig. De situatie is nog erger. Voor mensen die de conferentie net bij hebben gewoond, herkennen dit plaatje. Niet alleen de kennis ontbreekt, we zijn er ook niet voor geselecteerd in het evolutieproces. Onderzoek uit evolutionaire psychologie indiceert dat onze hersenen helemaal niet toegerust zijn voor de gewenste transformatie. Die samenwerken vergt met zeer veel actoren. Wat je hier ziet is onze hersengrootte, de grootte van de groep. Je ziet kleine apen zitten zo tot groepen van 15. Mensapen die genetisch dicht bij ons zitten kunnen tot zo'n 70. En als je naar ons kijkt met wie we nou echt contact hebben, van we echt weten van hey, die heeft me geholpen 3 jaar geleden. Als je ook op je LinkedIn kijkt, je Facebook, met de mensen waarmee je echt een relatie hebt, dat is meestal zo'n 150. Bij de een 170 en de ander 130. Dat is niet de essentie. De essentie is dat we dus gebouwd zijn, geselecteerd zijn op die beperkte scope. Onze hersenomvang limiteert het. Vandaar dat wij kiezen voor de beperkte en niet de brede scope van de planeet. Dit terwijl de huidige complexiteit van de wereld daar wel om vraagt. Er is dus sprake inderdaad van een mismatch. In feite zijn we met één heel groot experiment bezig met elkaar. We doen ons best en modderen wat aan, zoals onze vorige minister van Financiën, het mutatis mutandis. Dan zijn de rapportcijfers, het Financieel Dagblad, glanzend eigenlijk. Die noemt u de man die ons land en de rest van Europa door de crisis loodste. Hebben ze gelijk? Nee. Nee? Overdrijven ze? Nee, maar er zijn altijd gewoon heel veel mensen op heel veel plekken die daar dingen proberen te doen. Mm-hmm. En soms onbeholpen, soms improviserend en soms met verstand. Hoe was het in uw geval? Veel van de combinaties. Nee, maar serieus, toen ik begon hadden we geen reëel beeld, ik zeg maar zoals ik het heb ervaren, geen reëel beeld van hoe Nederland er eigenlijk voor stond. Dus in ons eerste jaar in 2013 werd het alleen maar slechter. We werden voortdurend achterhaald door nog slechtere cijfers, nog slechter. In Europa was echt de sfeer, en dat gaat helemaal uit elkaar vallen. Mm-hmm. Ik kwam in de eurogroep en er was echt de sfeer van, ik heb als gezegd, getraumatiseerde mensen die bijna geen stap meer durven te zetten, geen keuzes meer durven te maken vanwege de stress van de markten, de financiële markten. Dus ja, dat was het moment toen we begonnen. En wist ik daar nou veel van? Nee. Dus het was ook improviseren, zoeken, onbeholpen soms. En toch beter uitkomen. Ja, nou, komen je op elementen hiervan terug. Maar welk leiderschap is nou nodig in deze situatie? Samenvattend, de rest van mijn betoog, leiderschap van en door ons allen. Het gaat niet meer om leiders, het gaat om leiderschap van ieder van ons. Ten tweede, leiderschap met een goed ontwikkeld moreel kompas.
In de derde plaats leiderschap op microniveau, mesoniveau, macro en collectief niveau. Ik kom daar uitgebreid op terug. Leiderschap van en door ons allen. Leiderschap is ingebed in een complex samenspel van talloze samenwerkende krachten. Als je beweegt, als je iets doet, als je leiderschap vertoont, beïnvloed je het systeem. Of dat nou het maken van een Tesla is, of spullen zonder plastic verpakking in de supermarkt kopen. De essentie maakt dat niet uit. De huidige complexiteit van samenwerken vereist van ons allen dat wij leiderschap vertonen, in plaats van alleen de formeel aangestelde leiders. Leiderschap definieer ik dan ook als nieuwsgierig zijn naar en herkennen van het moment waarop je toegevoegde waarde hebt voor het systeem en de moed en competentie hebben om dat moment te pakken. Dus nieuwsgierig zijn, herkennen van het moment waarop je toegevoegde waarde hebt voor het systeem. En met name net in de conferentie hebben we gezien de moed hebben om dat moment te durven pakken en de competentie. Leiderschap is in die zin een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij we vertrouwen op de vaardigheden van onszelf en anderen om een scala aan taken uit te voeren. Dit wordt in de wetenschap shared, distributed of collectief leiderschap genoemd. De boom op de uitnodiging voor deze oratie en haar draaiingen illustreren voor mij metaforisch wat leiderschap is. Doen waar jouw kwaliteiten liggen. Geen kerstboom willen zijn. Geen roos, zoals hier achter in de. Hier zie je de rozentuin hier achter van Nijenrode. Geen roos willen zijn. Nee, gewoon beuk zijn, zoals in dit geval. Ik zie Willem niet. Willem. Ah, Willem. Is toch een beuk, hè? Het is een beuk. Willem helpt ons fantastisch in ons nieuwe huis. En hij weet alles van dit soort dingen. En ik zei eerst dat het een eik was, maar. Afgestemd zijn op de omgeving en daarmee kunnen meedraaien. Fantastisch beeld, nogmaals, van die boom hier op Nijenrode. Leiderschap vergt een nieuwsgierige houding van voortdurend uitnodigen, meebewegen, ernaast staan, nieuwsgierig zijn wat zich ontvouwt in de samenwerking en, voor de controlefreaks onder ons, los kunnen laten. Dat is de Aikido-houding, zoals Aalt en Yoshikazaki mij leerden. En als jij misschien degene bent die expliciet leiderschap vertoont, ben je blij en verdwijn je weer in het collectief. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर सर आइए सर ये चल चल क्या मेन शो आई हेट दिस कंट्री कुछ करो ना अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता रे हो कौन तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा से तू ढूंढता है वो ही है तू तू वही है तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा को पार लेगा तू ही है तेरा किनारा जिसे ढूंढता है तू ही रे
geen leiders, sorry Mark, geen volgers, maar leiderschap. Of, zoals Dadao Jeding het zo mooi zegt, de wijze handelt, maar verwacht niets. Als zijn taak verricht is, blijft hij er niet bij stilstaan. Hij begeert niet zijn bekwaamheid te tonen. Naast dat leiderschap door ons allen is moreel kompas gewenst. Dit is je fundamentele uitgangspunt. Leiderschap is per definitie, wat mij betreft, moreel leiderschap. Hoe willen we samenleven en waartoe? Wat zijn volgens mij belangrijke kenmerken van zo'n moreel kompas? Onze collega Edgar Cassing geeft daar een fantastisch, mooi, helder en duidelijk antwoord op. Vreedzaam samenleven en vruchtbaar samenwerken. Dankjewel, Edgar. Door vreedzaam met jezelf, met anderen, met de wereld om te gaan, leggen we de basis om ook vruchtbaar samen te werken. Een tweede element van het moreel kompas van leiderschap is wat mij betreft nieuwsgierigheid. We vermijden vaak informatie die onze meningen, onze vooroordelen ontkrachten. We zoeken vaak alleen maar ondersteuning voor wat we al lang vinden. Het lijkt erop dat nieuwsgierigheid, academische nieuwsgierigheid, daar een tegengif voor is. Wees nieuwsgierig. Laten we bereid zijn om verder te klikken. Meer open te zijn dan defensief. Meer vragen te stellen. Daarnaast is een richtingbepaler op onze planeet. We hebben in onze organisaties, MBA's, business schools en ook in dit huis te vaak en te lang geroepen dat de aandeelhouders, de shareholders en de klant centraal staan. Ja, ook de klant. Als we daar al niet mee gestopt zijn, moeten we dat per heden doen, wat mij betreft. Beste mensen, er is maar één koning. En dat is onze planeet. Not clients first, not America first, not Netherlands first, but planet first. We zijn verbonden met alle onderdelen van deze planeet. Laat dat perspectief ons dagelijks handelen, ons samenwerken en ons leiderschap bepalen. Een vierde richtingbepaler is het pragmatisme van Dewey, met als centrale concepten onderzoek en reflexiviteit. Ten slotte wordt de vijfde richtinggever voor het moreel kompas van leiderschap aangereikt door Einstein. In een brief aan zijn dochter Liesel, die zij overigens pas vele jaren na zijn dood mocht openen, schreef hij: er is een buitengewoon krachtige macht waar de wetenschap tot nu toe geen formele verklaring voor heeft gevonden. Het is een kracht die alle anderen omvat en betreft. En zelfs achter elk verschijnsel werkend in het heelal en nog niet geïdentificeerd is door ons. Deze universele kracht is liefde. Wanneer we leren om deze universele energie, lieve Liesel, te geven en te ontvangen, zullen we hebben bevestigd dat liefde alles overwint en in staat is om alles en nog wat te overstijgen. Want liefde is de essentie van het leven. Beste mensen, wat heb ik hier nog aan toe te voegen? Helemaal niets. We zouden naar de borrel kunnen, maar ik hou jullie nog wel heel even bezig. Deze vijf elementen vormen niet alleen wat mij betreft het moreel kompas voor leiderschap, maar ook voor mijn leerstoel. Ik zal in alle deemoed deze richtingaanwijzers proberen te volgen. Het doel is een levende planeet met mensen met levensenergie en levensmoed. Het gaat niet om efficiëntie, big data use, artificial intelligence, lean management, scrum teams, agile werken, performance management, internationaal vergelijkbare salarissen en weet ik veel wat. Nee, het gaat wat mij betreft om de toegevoegde waarde van onszelf, om vreedzaam samen te leven en vruchtbaar samen te werken, te realiseren en te continueren met alle pragmatisme, nieuwsgierigheid en liefde die mogelijk is. Voor het adresseren van het grote samenwerkingsvraagstuk van deze tijd is dus leiderschap van ons allen met het beschreven model kompas de basis. Dit is het fundament waarop de rest voortbouwt. Ik begrijp, in de F-site hoor ik mijn broertjes nu denken, kun je nog iets concreter worden? Welk leiderschap is nou echt wanneer nodig? De leiderschapsliteratuur staat vol modellen en instrumenten. De roep om integratie is de laatste tijd aan het groeien en ik doe een poging tot een integratie met een beredeneerde indeling volgens het Transcend en Include framework. Met Transcend en Include bedoel ik dat het mesoniveau het microniveau overstijgt en omvat. Terwijl je overleg pleegt met je collega's op groepsniveau, heb je ook te maken met jezelf. Als jij je niet fit voelt, je onzeker voelt of je ego speelt te veel op en je wilt je eigen ideeën uitekten, dan heeft dat zijn uitwerking op de groep, het mesoniveau. En als individuen niet goed in hun vel zitten en men in groepen bijvoorbeeld geen psychologische veiligheid ervaart, we hebben net de case van Arnhem gehoord waarin dat wat geïllustreerd werd, zal dat de kwaliteit van samenwerken op macroniveau niet ten goede komen.
Het collectieve niveau van interorganisationele samenwerking overstijgt en omvat vervolgens het macro, meso en microniveau. Elk grote matroeska-poppetje overstijgt en omvat de kleinere matroeska-poppetjes. Samenvattend noem ik dit de Transcend and Include Framework, waarin het kader van mijn leerstoel verder ontwikkeld en empirisch getoetst zal worden. Samenwerken begint dus op microniveau, het individuele niveau. Een belangrijk speerpunt van mijn leerstoel, van mijn onderzoek, maar ook van mijn onderwijs, is dan ook aandacht voor persoonlijk leiderschap, microleiderschap. Ik zal daar dan ook vandaag wat meer uitgebreid aandacht aan besteden. Een collega heeft tegen mij wel eens gezegd, goh ja, het lijkt wel therapie bij jou. Mijn antwoord was, dankjewel voor het compliment. Samenwerken vergt op diepgaand niveau in de spiegel willen kijken. Dit in de spiegel kijken is van belang, omdat samenwerken met jezelf best lastig kan zijn. We kennen dat allemaal wel. Mijn luie ik zegt als de wekker gaat, lekker nog even in bed blijven liggen. Mijn verstandige ik zegt, nee, je moet snel uit bed. En nog een andere ik zegt, goh, kijk eens naast me, is er nog wat gezelligs te doen voordat we gaan opstaan? Waarom is die samenwerking tussen onze ikjes nou zo lastig? Wel nu, het blijkt dat onze hersens in feite een bedrijfsverzamelgebouw van allerlei hersenfuncties zijn. Dit plaatje betreft een mathematisch model van de functionele hersennetwerken in de normale modus. Elk hersensysteem heeft een apart kleurtje gekregen en je ziet dat ze voornamelijk los van elkaar functioneren. Er is eerder sprake van een bedrijfsverzamelgebouw van hersensystemen die vaak niet goed op elkaar zijn afgestemd, dan van het goed geïntegreerde integrale netwerk dat we vaak als beeld voor onszelf voorschotelen of voorgeschoteld krijgen. Toch blijkt er enige samenhang in ons bedrijfsverzamelgebouw. Microleiderschap gaat over het bewust worden van deze samenwerking, voor zover aanwezig, en op basis van dat bewustzijn komen tot vooral waardering van onszelf, gezonde zelfliefde, zoals Hans Knibbe dat noemt, en ook eventueel bijstelling van ons gedrag. De samenwerking in onze hersens blijkt zich bazaal te kenmerken door de jagersverhouding van de hersenstam, limbisch systeem en de neocortex. Om daar enig gevoel voor te krijgen, wil ik jullie eens vragen om je handpalmen naar boven te doen. Zo, ja, mooi. Yes, ze doen het ook nog. Dat is, het gebeurt niet altijd bij alle studenten al. Hè? En dan doe je één van je duimen naar binnen. Die duim staat voor je hersenstam. Veiligheid, vluchten, vechten, verstijven in gevaarlijke situaties. Daar overheen leg je je vingers van diezelfde hand. Dit staat voor je limbisch systeem. Je emoties. In feite is dit de kern van wie wij zijn. Want de combinatie van die twee in gevaarlijke situaties, bepaalde emoties krijgen, boosheid, verdriet, etc., die maken de imprint in ons. En nu wil ik jullie vragen om deze hand eroverheen te doen. Deze staat voor onze neocortex. Oh, ze doen het allemaal nog. Onze neocortex. Dan wil ik je vragen om je duim eens eruit te trekken. Wat voel je dan? Dan voel je, nou, jullie mogen niks zeggen vandaag, dit uur. Dus wat je voelt, althans wat ik voel, is dat de zaak erin klapt. Veiligheid is dus essentieel in ons leven. Als dat fundament er niet is, heb je een probleem. Ga je onderuit. Vervolgens wil ik je vragen om die duim even terug te doen en die handen van die vingers van het limbisch systeem eens te bewegen. Wat je dan ziet is dat er op hersenstamniveau niet zo heel veel gebeurt. Wat gaat er bewegen? Ja, die hersenen, dat limbisch niveau, maar vooral je neocortex. Dames en heren, dat lijkt allemaal heel mooi, maar in feite is je neocortex gewoon een bubblebox. Je geeft allerlei woorden aan, in feite aan de emoties die je voortdurend voelt. Dus allerlei woorden in ons management jargon als opportunities, kansen in de markt, conculega's, proposities, reorganiseren, zelfsturende teams, agile werken, business cases, FUCA-wereld, ambidexterity, zijn allemaal voorbeelden van de rationalisering door onze neocortex van het feit dat we het eigenlijk niet snappen, dat we bang zijn, dat we eigenlijk naar, hoe moet ik het hier eigenlijk organiseren? Of misschien zelfs gevaar van, joh, hou ik mijn baan eigenlijk nog wel vast? Deze hiërarchische samenhang van deze drie hersendelen is onderdeel van ons default mode network. Het lijkt erop dat ons default mode network de manier is waarop onze hersenen tot enige samenhang komen. Ik weet het nog niet zeker, maar het lijkt, onderzoek laat steeds meer zien dat het die kant op gaat.
Ons default mode network is zeer waarschijnlijk de neurologische basis voor wat wij als zelf of ik ervaren. Denken over anderen en het denken over verleden en toekomst. Hoe werkt dat nou? Om efficiënt en betekenisvol met alle impulsen en informatie om te gaan die op ons afkomen. Om chocolade van, een beetje chocolade van te maken, dat heb ik altijd al heel lekker gevonden. Dus worden de hersens in de loop van ons leven steeds selectiever in het kiezen van die breinelen die daar ondersteunend aan zijn, die daar behulpzaam voor zijn. En schakelt die delen uit die geen optimale bijdrage leveren. Lean management in optima forma van onze hersenen zou je kunnen zeggen. Dit selectieproces wordt in de loop van ons leven verfijnd, waardoor de netwerken in de loop van ons leven steeds duidelijker worden. Dit leidt tot een meer gestroomlijnde, efficiënte, meer gesofisticeerde manier van denken. Zo ontwikkelen we onze intuïtie. Intuïtie is niet meer dan verstolde ervaring. Dit is onze default mode, ons default mode network. Erg, erg handig als het goed functioneert in bekende situaties. Deze complexe tijden kennen echter vaak onbekende situaties. En dan blijkt dat onze onzekerheid reducerende hersenen een serieuze bug hebben. Je voelt onzekerheid, je weet niet precies wat te doen en je valt terug op je default. Je neigt meer om te doen wat je oude patronen je ingeven dan wat echt nodig is en wat je eigenlijk zou willen toevoegen. De Hobermansfeer illustreert dit fraai. Het lijkt op een hele grote koepel. Ik had er eentje uit China besteld en ik had verwacht dat ik deze zou krijgen, maar ik ontving dit. Dus samenwerken met China gaat nog niet helemaal goed. Maar goed, we hebben nog wat te doen in dit leven. Ik denk, nou, laat ik het plaatje maar laten zien. Maar dit lijkt leuk. Ik wil niet zeggen dat je als kind dit hebt, maar de potentie die wij in essentie hebben is dit. Maar ons default mode network maakt dat dit gebeurt in de loop van ons leven. Dus we leven maar een deel van onze potentie. Ik voel het zelf bijna, met name als ik een wat grotere heb in mijn handen heb, ik voel het bijna in mijn buik van shit, dit zo beperkt is het dus. Enkele voorbeelden van deelnemers aan mijn programma's. Ik bouw een muur om me heen door de scherpe vragen die ik stel en met name de intonatie ervan. Dat wil ik niet. Mijn zachtheid, mijn emotie, wie ik echt ben, komt daardoor niet uit de verf. In kleine groepjes lukt dat nog. Maar zodra de groep groter wordt, begin ik weer scherpe vragen te stellen, zonder dat mijn purpose duidelijk is. Ik ervaar dan gespannenheid over mijn hele lijf. Ik ril zelfs. Een tweede deelnemer. Iemand die heel netjes is, compleet afgetraind, uiterlijk alles in orde heeft. Iemand waarvan mijn familie wel zegt, nou, dan mag je best wel eens een keer een voorbeeld aannemen. Maar toch hoor ik hem zeggen, ik wil veel meer loslaten, in een modderpoel springen met mijn kinderen. Maar wat ik doe is helemaal fatsoeneren. Ook in mijn werk merk ik dat. Ik neem veel te veel over van anderen om alles onder controle te hebben. Maar eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Het voelt veel te krap. Ik wil meer mijn volle potentie leven. Me verder ontwikkelen, meer loslaten. Maar ik vind het zo verdomd moeilijk. Ondanks dat ik daarin sterk ondersteund word door mijn leidinggevende. Een derde deelnemer. Ik wil meer voor mezelf opkomen. Mijn verleden zit als een vastgesnoerde deken om me heen. Het voelt als bekend, maar snoert mij inmiddels helemaal vast. Een vrouw in een bestuurlijke topfunctie schrijft te hebben gekozen voor een andere baan. Ik heb ontdekt dat ik me niet meer hoef te bewijzen voor mijn vader. Ik hoef niet meer in de boardroom te laten zien dat ik met machtsprocessen om kan gaan. Later merkte ze op, ik functioneer nu veel beter, heb er veel meer lol in en ik heb veel meer toegevoegde waarde. Allemaal hele gewone normale mensen die gewoon naast u kunnen zitten, belangrijke posities bekleden, verantwoordelijke functies hebben, fijne vrienden zijn, maar niet hun volle potentie leven. Gewone mensen die, als u, net als ik, straks naar het toilet gaat, in de spiegel ziet. Op één van de basisdimensies van het leven, authenticiteit versus verbinding versus aanpassing, kiezen we keer op keer om te overleven voor aanpassing in plaats van authenticiteit. En dat is niet wat deze tijd vraagt. Geri, mijn osteopaat. Geri. Oh, daar. Hey. Geri, mijn osteopaat. Ik ben wel heel bruin geworden. Dat is de laatste keer. Dat is niet in de gaten. Zat het mooi samen met de woorden. Deze tijd vraagt om mensen die zich mogen laten zien, in plaats van dat ze een rol vervullen. Het is natuurlijk niet mijn schuld, maar van mijn default mode network, dat het enige tijd geduurd heeft voordat ik in de gaten had dat Geri het over mij had. Hij is wel
Dankjewel, Gerrie. Het heeft wel de kern te pakken. Samenwerkt vergt mensen die zich durven laten zien. Mensen die het moment durven te pakken waar zij een toegevoegde waarde hebben voor het systeem en niet te aangepast handelen. We passen ons veel te sterk aan de groep waar we bij horen en vergeten juist vaak wat we zelf zo belangrijk vinden. En dat is vanwege samenwerkingsvraagstuk op grote schaal erg jammer. En naar mijn idee funest op de langere termijn. Onderzoek laat namelijk keer op keer zien dat leiders geen conformisten mogen zijn in sociale dilemma's om uitkomsten te realiseren die voor de gemeenschap van belang zijn. Ontwikkeling van microleiderschap is dus van belang, maar hoe dan? Het bewust worden van je default mode werkwerk en door het ervaren daarvan ruimte creëren voor je authentieke patronen wordt vaak gedaan in de opleidings- en trainingswereld door cognitieve reframing. We worden ons op cognitief niveau bewust van onze patronen en nemen op een gegeven moment een besluit om dat gedrag, dat mentaal model, die manier van kijken naar de wereld zo goed en zo kwaad als mogelijk is, te veranderen. Van neocortex naar limbisch systeem en gedrag. Van boven naar beneden. Cognitieve gedragsreframing, transactionele analyse, redecision methodes of voor sommige meer voor de hand liggende dingen als insights, Belbin, teamrol, etc. hebben een zwaartepunt in deze volgorde. In mijn programma's wordt deze benadering in meer of mindere mate toegepast. Hierover is genoeg op andere plaatsen geschreven en deze plek is ook mooi om wat nieuwe dingen te laten zien die aan het ontstaan zijn in de wetenschap. Microleiderschap vergt niet alleen op cognitief niveau bewust worden van onze patronen, maar ook op cognitief niveau, of op fysiek niveau, sorry. The Body Keeps the Score is de fraaie titel van het fantastische werk van Bessel van der Kolk. Onze ervaringen zetten zich vast in ons lijf. Bewustwording van hoe ons lijf reageert en oorzaak is van onze gedragspatronen en het adresseren daarvan zal naar mijn idee de komende jaren steeds meer verkend gaan worden. Er is daar nog een mooi plek. Dit wordt ook wel de van beneden naar boven van aanpak genoemd. Bekende voorbeelden zijn natuurlijk EMDR, osteopathie, neurofeedback. Een bekende die steeds meer opgang doet is rust, reinheid, regelmaat. Zoals mijn moeder dat al jaren geleden mij probeerde duidelijk te maken. Dat is gezond eten, die heb ik goed begrepen. Maar genoeg en goed slapen op het werk. Regelmatig rondlopen op werk. We hebben niet voor niks mobieltjes uitgevonden. Mobiel betekent lopen, dus als je zo'n telefoontje krijgt, gewoon gaan wandelen, weten we inmiddels. Voldoende rustmomenten creëren, et cetera. Hierdoor wordt je default mode network wat rustiger. Ben je meer de bal spelen in plaats van de speelbal van je default mode network. Een tweede vorm die we zeer veel zien opkomen op dit moment is het gebruik van medicijnen. Concerta, Ritalin, slaappillen, antidepressiva. Het werkt op de korte termijn. Je default mode network krijgt wat minder vat op je. Het gebruik van deze medicijnen echt stijgt. Het is ongelooflijk als je de cijfers bekijkt. We moeten wat mij betreft echter beter gaan opletten of het echt nodig is en of het geen ongewenste side effect heeft. Maar vooral moeten we onderzoeken wat de echte reden is waarom het wordt gebruikt. Of zoals Gabor Maté in een ander verband zegt, why the addiction? Een derde mogelijkheid is om momenten te kiezen om onze default mode network wat rustiger te maken. Zorgen dat deze even wat minder zijn dirigentenrol speelt. Meditatie is daarvan een inmiddels bekend en goed onderzocht voorbeeld dat zeer positief effect heeft voor kwaliteit van performance, maar vooral van leven. Een vierde mogelijkheid is in dit huis misschien nog even wat nieuw, maar de NRC Volkskrant hem erover, dus ik vond het nodig dat ik ook aandacht aan besteedde. Namelijk, de vierde mogelijkheid is het vergroten van de relaties tussen die onderdelen van ons bedrijfsverzamelgebouw. Onze hersenen hebben soms wat meer momenten van entropie nodig. En voor mensen die niet weten wat entropie betekent, dat is ongeveer hoe mijn kamer er vroeger als kind uitzag. Er zijn indicaties op basis van erg goed wetenschappelijk onderzoek dat het gebruik van psychedelische middelen een aanvulling lijkt te zijn die veel potentie lijkt te hebben. Het onderzoek staat in de kinderschoenen, maar wordt door de FDA in Amerika en de European Medicines Agency gestimuleerd vanwege de hoge kwaliteit van deze studies en de huidige zeer positieve resultaten voor mensen met PTSD, zeg maar trauma's, depressie, angst en omgaan met kanker. Op onze EFSA, voor onze EFSA-site en wil ik even benadrukken, wat gestimuleerd wordt door hun is het onderzoek op dit gebied. Dat is, veel onderzoek is nog geboden. Wat is het effect van deze middelen op onze hersenen, mannen? En wat kunnen we hiervan leren? We weten het nog niet precies, maar het volgende zou wel eens het geval kunnen zijn.
Het linker plaatje zagen we reeds. Het rechter plaatje ontstaat als psychedelics worden toegediend. Een veel chaotischer beeld dan het linker. De aparte delen van onze hersenen communiceren nu niet intra, maar inter. Dus tussen de hersendelen. Niet alleen verliest ons ego tijdelijk haar controle en dominantie, maar ook de verbindingen tussen de delen worden sterk gestimuleerd. Nieuwe inzichten, nieuwe ideeën, nieuwe betekenissen aan bekende zaken zijn vaak het resultaat. Deze diversiteit aan nieuwe ervaringen, beelden en inzichten biedt het materiaal om van te leren voor de normale, en dat is de normale waaksituatie waarin we leven. De ervaring heeft de potentie om ons bewustzijn te vergroten. Het grote voordeel lijkt dat enkele ervaringen al zeer veel effect hebben op langere termijn. We hoeven niet zoals bij normale medicijnen ze dagelijks in te nemen en we raken er niet aan verslaafd. Het is de ervaring die de transitie faciliteert. Ook ervaringen verkregen door holotropic breathing, vaste bidden, extreme sporten, intense beoefening van krijgstunkers, maar ook gewoon bij ons huis, in Joppen, in de bossen lopen, internal family systems, zijn gezien ervaringen in de praktijk en rapportages op congressen zeer waarschijnlijk bruikbare wegen om onze blokkades op fysiek en emotioneel niveau te adresseren. Deze benaderingen en hun combinaties zijn echter naar mijn weten alle minder of niet wetenschappelijk onderzocht. Ook is nog onduidelijk voor wie wat ondersteunend is. Het is een zoekproces. Om ons micro-leiderschap te optimaliseren, ik sluit dat onderdeel af, is een mindset gericht op bewustwording en een setting die zich kenmerkt door zorgvuldig en professioneel uitgevoerd onderzoek, maar vooral professionele begeleiding van goed opgeleide begeleiders essentieel. Goede screening, voorbereiding, begeleiding en integratie. Handel verantwoordelijk naar jezelf en anderen. Veiligheid, rigor, professionaliteit en nieuwsgierigheid zijn dan de bakens die de grenzen bepalen, waarin we moeten blijven als we het over persoonlijke ontwikkeling hebben. Zowel overigens bij de van beneden naar boven benadering als de van boven naar beneden benadering. Het mesoniveau gaan we verder mee. Het belangrijkste deel hebben we nu gehad van het micro. Eigenlijk hebben we nu de basis helemaal gehad. Maar het mesoniveau betreft de samenwerking met kleine groepen waarin we ons bevinden. Welk leiderschapsgedrag bevordert die samenwerking? Onderzoek laat zien dat mesoleiderschap zowel individu als gemeenschapsgericht is. En betreft gedrag als psychologische veiligheid, creëren, ondersteunen. We hoorden net ook al in de cases, het duurde een hele tijd voordat we elkaar eigenlijk kenden, voordat we die veiligheid ervaarden met elkaar. Dat is cruciaal. Dus het leiderschap wat daarop gericht is, is het leiderschap wat gericht is op veiligheid, is gericht op ondersteuning van elkaar. Onderzoek van Astrid Stop, dat we onlangs op de Academy of Management presenteerden, laat de positieve effecten zien van mesoleiderschap op teamveerkracht, performance van agile teams binnen ING Bank. Het lijkt erop dat het juist de combinatie van agentic, communal, de combinatie van individu en gemeenschapsgerichtheid is die positieve effecten heeft. In de literatuur komen concepten tegen als considering and initiating, empowering and integrating leadership. Leiderschap op macroniveau. Op micro- en mesoniveau zijn de relaties nog redelijk duidelijk. De een kent de ander en men ziet of belt elkaar dagelijks. Maar op macroniveau in organisaties kennen we sommigen wel en anderen niet. Zoals we in dit huis weten, als je in deze site werkt, is het best lastig om te weten wie werken eigenlijk daar allemaal. En keer op keer kom ik nog mensen tegen die zeggen, goh Jaap, een leuk verhaal, kun je dat bij ons niet komen doen? En dat ik een hand schud van wie ben je eigenlijk? Nou, ik werk ook al 15 jaar op Nijenrode. Zo werkt dat in organisaties. Sommigen zie je dagelijks, anderen zie je minder dagelijks. Toch willen mensen bij zo'n organisatie, bij zo'n tribe horen. Een organisatie, ik vind het fantastisch dat ik mag zeggen, ik werk op Nijenrode. Organisatie met zijn gewoontes, rituelen, symbolen, typische grappen, type klanten waarvoor men werkt, type werkproces. Daaraan ontlenen we, daaraan ontleen ik ook een stuk van mijn identiteit. Leiderschap op dit niveau betekent kennis van zaken te hebben. Dus je moet, als het om de identiteit gaat, als leider ook willen leren snappen wat nou het werkproces is van die organisatie. Een grondige kennis van het sociaal weefsel hebben, van de relevante partijen. Macroleiderschap gaat over stimuleren, grensbewaken, normenbewaking van de cultuur. Niet alleen hoe is van belang, maar ook waarom. Dus zaken als visie, cohesie, richting geven aan het betekenisgevingsproces. In de literatuur zien we allerlei woorden als concepten, als transformationeel, spiritueel, charismatisch, ideologisch en pragmatisch leiderschap, die allen echter slechts delen van het macro-leiderschap omvatten. Samenwerken en leiderschap op collectief niveau. Het collectief niveau betreft het niveau van de interorganisationele samenwerking en
eigenlijk van de zeer grote organisaties. Als je kijkt naar de multinational, gewoon de wat grotere organisaties, eigenlijk heb je dan gewoon over één grote interorganisationele samenwerking. We weten eigenlijk nog niet precies wat samenwerken op dit niveau bevordert. Een theorie op dit gebied is bijvoorbeeld die van Gardner en Dovidio. Zij suggereren dat er drie mechanismen zijn die samenwerken bevorderen. In de eerste plaats is het van belang dat men de grenzen erkent. Dus echt serieus willen nemen, jij bent van die club en die club zit zo in elkaar. Verschillen benadrukken juist. Krijgen van waardering voor elkaars verschillen. In de tweede plaats is het van belang dat de schuttingen tussen de groepen doorzichtig worden gemaakt. De nadruk ligt dan op de interactie tussen de individuen en groepen. Ontmoeten, World Café, zaak ontwikkelen, open space-achtige werkvormen. Ten slotte in de derde plaats is het belang om de nadruk te leggen op het promoten van de identiteit op hoger niveau. We willen ergens bij horen. Alleen maar samenwerken is onvoldoende. We willen op een gegeven moment ergens bij horen. Hier zien we dan als voorbeeld de Europese vlag natuurlijk. Maar ook een gepubliceerde studie van Björn Oijzen. Zat zo straks daar. Die ik heb mogen begeleiden. Laat bijvoorbeeld zien dat de visie One Health van de United Nations bevorderend is voor samenwerken tussen huisartsen en dierenartsen. Ook andere studies die ik heb mogen begeleiden laten het belang van deze kenmerken op collectief niveau zien. Zoals Bart Bouvet en ik volgende week in de British Academy of Management mogen presenteren. Collectief leiderschap schept voorwaarden om het meeste uit de verschillende perspectieven, competenties en middelen te halen die de betrokkenen inbrengen. Terwijl tegelijkertijd de verschillende partijen hun eigen doelen moeten kunnen blijven realiseren. Centraal staan de stakeholders van het samenwerkingsverband en niet de shareholders. Er worden maatregelen genomen om schadelijke gevolgen voor anderen te voorkomen. In de PDF tref je het samenwerkingskompas van Lieve Kallewaard en mij, waarin we meerdere op basis van onderzoek relevante factoren hebben samengevat. In de literatuur komen we in dit verband concepten tegen als leadership with civic capacity, responsible, public integrative, servant, stewardship, ethical leadership. Deze omvatten al hun delen. Ik rond mijn transcend en include framework af. De vraag is natuurlijk, als wetenschapper ben ik genoeg wetenschapper om de vraag te stellen, hoe goed moet nou eigenlijk de kwaliteit zijn? Het leuk verhaal, maar hoe goed moet nou de kwaliteit van microniveau samenwerken zijn? Om een positieve voorwaarde te zijn voor het mesoniveau. Hoe goed moet de kwaliteit van samenwerken op micro- en mesoniveau te zijn om voorwaardelijk te zijn voor dat macro- en het collectief niveau? Als het slecht gaat op die niveaus, wat betekent dat dan voor dat collectieve niveau? Allemaal vragen waar we eigenlijk nog helemaal geen antwoorden hebben. Wat zijn de spanningsverhoudingen? Allemaal vragen die aandacht behoeven. In ieder geval hoop ik dat we nu bewuster zijn van de niveaus en met het adresseren van deze vraagstukken. In het kader van deze leerstoel ben ik de komende jaren nog wel even van de straat met onderzoek naar mogelijke antwoorden op deze vragen. Naar ik hoop geeft het geschetste framework voldoende houvast om onze keuzes voorlopig te doordenken. Het is een grote opgave, dat realiseer ik me, maar er staat ook nogal wat op het spel. Ik ga even, één laatste deel, de leeropdracht. Inmiddels heb ik aangegeven wat ik als belangrijkste kenmerken zie van mijn leeropdracht. Zowel qua moreel kompas, het belangrijkste wat mij betreft, als qua inhoud voor onderzoek en onderwijs. Ik wil daar graag nog iets op aanvullen. Zoals ik reeds opmerkte is onze neocortex, weet nog, een grote bubblebox. We proberen een verhaal of theorie te maken van wat er allemaal om ons heen gebeurt. Anders raak je verloren. Althans, dat gevoel hebben we. Dus die theorie, dat babbelen is heel belangrijk. Echt onze theorie, onze bril, onze geloof, onze stories, zoals dat tegenwoordig zoveel genoemd wordt. Waarmee we de wereld zien en interpreteren, zal zich naar mijn opvatting moeten verbinden met een academische benadering. Deze is voor Henk Kiviet met name. Zoals de schepper in sommige verhalen het bedoelde. Naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is dus naar zijn evenbeeld met hersenstam, limbisch systeem en neocortex niveau. Zo simpel is het. Als belangrijkste natuurlijk, het is goed om je te realiseren als je naar dit plaatje kijkt. Er zijn vele interpretaties van, maar mijn interpretatie is, we hebben het zelf te doen. We zijn losgelaten. De verantwoordelijkheid ligt bij ons en niet bij een ander of iemand of iets of wat dan anders. Er is nog nooit zo'n duidelijke noodzaak geweest voor de wetenschap om de wereld te dienen. Aldus paus Franciscus tijdens de laatste tweejaarlijkse vergadering van de Pauselijke Academie van Wetenschappen, waar hij onder andere Weiland, Stephen Hawking en Robert Dijkgraaf ontmoette.
Wat helpt nou om die verbinding te maken? Wat helpt om niet te blijven steken? Enerzijds je geloof, die je echt ook nodig hebt. En anderzijds je academische rigorous, die ik in ieder geval nodig heb om betaald te krijgen elke maand. Dat is naar mijn idee een academische houding. En daaraan wil ik een bijdrage leveren als medeverantwoordelijke. Een academische houding is een systematische zoektocht naar de waarheid. In het besef dat deze slechts kan worden benaderd. Feiten zijn slechts afspraken die we elkaar maken over wat we voorlopig waar vinden. Laten we stoppen met het stimuleren van en applaudisseren voor mensen met te stellige overtuigingen in talkshows, politieke debatten, krantencolumns, colleges, lezingen en ik geef toe, oraties. Laten we stoppen ons te laten domineren door mensen die zeggen dat ze het zeker weten of dat uitstralen, ook al zijn ze hoogleraar. Het is niet alleen gewoon onzin, maar het is ook geen kenmerk van een goede academische houding. Een academische houding vergt het besef dat je feilbaar bent en dat we het nooit zeker zullen weten. Een academische houding vergt het serieus nemen van wetenschappelijke kennis, juist in de praktijk. Dit is de fundamentele reden waarom we evidence-based practice aan het versterken zijn in het Executive Modulaire MBA-programma en onderdeel laten zijn van het Organizational Behavior onderdeel van het Part-time MC-programma. Niet om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen. Niet om even een trucje te leren en beter door de hoepel te springen van een thesis kunnen schrijven. Niet omdat de NVO of welke auditcommissie dan ook dat vereist. En niet om het proces efficiënter en kosteneffectiever te laten verlopen. Nee, de reden is veel fundamenteler en belangrijker. Door het bouwen van bruggen tussen de academische kennis en de praktijk stimuleren we hopelijk nieuwsgierigheid. En daarmee leveren we hopelijk een bijdrage aan een samenleving die meer open-minded is. Een meer democratische samenleving op wereldniveau. En dat is een samenleving die ook werkelijk durft te toetsen of er evidentie is voor wat wij aan geloof allemaal beweren. En dat is waarom ik zo graag op deze universiteit werk. Nijrode is voor mij dan ook een plek van ontmoeting, van onderzoek, van reflexiviteit, dialoog, gesprek, discussie, debat. Een plek waar concrete casuïstiek en ervaringen doorleefd, besproken en gereviewd worden met anderen. En waar met elkaar nagedacht wordt over interventies. Een plaats waar we elkaar kunnen ontmoeten om samen te werken naar de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Een omgeving waarin nieuwsgierigheid, reflectie, een academische houding en ervaring opdoen worden gestimuleerd. Ik hoor weer mijn broertjes denken. Nou klinkt dat allemaal wel leuk, maar op een gegeven moment moet je toch wel een keuze maken, Jaap. Leiderschap ten behoeve van samenwerken is uiteindelijk niet meer, beste mensen, ik kan het er echt niet beter maken dan een beste gok. Een best guess over wat wenselijk is in een bepaalde situatie en wat jouw inbreng daarbij kan zijn. Je weet nooit zeker wat de systemische gevolgen zijn van je handelen. Hopelijk helpt de inhoud van deze oratie om die gok zo goed mogelijk te nemen, in ieder geval te redeneren en ach, soms te rationaliseren. En ik begrijp dat zelfs deze uitspraak misschien te veel zekerheid uitstraalt. Maar goed, het is in ieder geval voor mij een strohalm om aan vast te houden, een baken om mijn richting te bepalen. Ik ga nu naar het volgens collega's moeilijkste onderdeel van de oratie, het dankwoord. Een slokje water. Beste mensen, ik heb erg gestruggeld met wel of niet hoogleraar worden. Inhoudelijk verschillende taken die mij als hoogleraar zijn toegewezen, niet significant van de taken die ik de afgelopen jaren op Nijrode had. Er is echter een verschil in de verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan die nieuwe leerstoel. Door te promoveren trouw je met de wetenschap. Door hoogleraar te worden word je verantwoordelijk voor de kinderen van die wetenschap. Je wordt mede verantwoordelijk. Medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis en inzichten waar anderen van kunnen profiteren. Ik vind dat een erg zware sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dat op iemands schouders die wel erg vaak twijfelt aan zichzelf en opkijkt naar die briljante, maar ook maatschappelijk geëngageerde mensen zoals Frans de Waal, Robert Dijkgraaf, Dick Swaap, Mark van Vught, Henry Mintzberg, Karsten de Dreu en mijn leermeesters in mijn Groningen-tijd, maar nog steeds mentoren in mijn doen en laten, Bert Kremers, Han Leunen, Wijlen, AD voor Intimie, voor anderen AD de Groot. En voor Jos van Kemenaar, de man waarvoor ik van toen ik student was in Nijmegen naar Groningen ging om daar verder te studeren. Mensen zoals zij vind ik nog steeds de echte norm voor hoogleraren. Tja, totdat ik iemand tegenkwam die zei, lees je definitie van leiderschap nog eens een keer, joh. Als anderen blijkbaar denken dat je het kan, is dat misschien wel de positie om jouw waarde toe te voegen de komende jaren. Daarmee was ik weer terug bij een belangrijk onderdeel van mijn eigen vak, persoonlijk leiderschap.
Wil ik dit wel? Durf ik het wel? Ik had het lang niet in de gaten, maar ik heb blijkbaar nog wat intern persoonlijk werk te doen. Dus Terp, inderdaad, nu pas. Omdat de tijd er nu rijp voor is. Het feit dat ik hier mag staan is uitkomst van vele processen waarin velen van jullie bijgedragen hebben. Ongelooflijk bedankt daarvoor. Toch wil ik enkele mensen expliciet bedanken. Oh, waar zitten ze allemaal? Nou, mag ik het gewoon voorlezen? Rob, beste Rob, Henk, Edgar, Misha, Roberto en collega's die iets in me zagen wat ik lang zelf niet heb durven zien. Dank voor jullie vertrouwen dat ik het kan. En op jullie verzoek of ik hoogleraar wil worden, is mijn antwoord ja, ik wil. Voor een zekerheid, vorige november mocht ik het al worden. Melanie Bill. Leon Bill, waar zit je eigenlijk? Belangrijk. Ah, daar. Bill, Leander, Mark, Mercedes, André en Yvette. Bedankt dat ik bij jullie achter op de fiets mocht zitten. Want dat is een zware klus, kan ik je vertellen. Bij het samenwerken aan publicaties. Jullie nieuwsgierige, leergierige houding en vakmanschap maken het schrijven van artikelen en boeken tot een feest. En een mooie ontdekkingstocht waar ik veel van geleerd heb. Dank jullie wel. Mede door jullie kon ik overigens door een van de hoepels voor deze rol van hoogleraar springen. Ook dat is een klus. Margit Mil, Lieven en eerder Erik van Praag en de coaches waarmee ik veel samenwerk. Ontzettend bedankt. Ik praat wel over het zeer grote belang van persoonlijke ontwikkeling voor mensen voor deze wereld. Maar jullie zijn degene die ik in stelling mag brengen om met onze deelnemers deze ontdekkingstocht in de diepte aan te gaan. Waar niet alleen de deelnemers, maar ook ikzelf veel van leren doorontwikkeld. Zeer gewaardeerd programmamanagement van onze diverse programma's. En vele vertegenwoordigers van organisaties, waaraan ik een bijdrage, met wie ik samen een bijdrage mag leveren. Ontzettend bedankt voor jullie vertrouwen en geboden mogelijkheid om samen mooie dingen te maken. Toch even speciaal dank aan het modulair team, die deze middag het symposium, deze middag ook de oratie samen met Els, of voor sommige mensen, deze oratie is voor sommige mensen misschien ja, het voorprogramma op de borrel, maar goed. Bedankt voor jullie organisatie hier van Kiki. Ik weet niet welke van de drie bossen, maar je mag één van de drie wat mij betreft uitkiezen. Dankjewel. Beste mensen van de ondersteunende dienst, ik heb ze gevraagd, maar ja, we hebben het zo druk, we hebben geen tijd. Ja, nou, jammer. Maar het zijn met name die mensen, het zijn met name de mensen die zeggen we hebben de Jaap Schaveling opstelling. Ja, de Jaap Schaveling opstelling. Dat zijn dus allemaal caféopstellingen waar je kunt praten. En zodra ik echt zoiets of een u verzin, dan krijg ik echt commentaar van ze. Dus fantastisch. Maar zij zijn wel degenen die Nijenrode tot een van de mooiste universiteiten van deze wereld maakt. Dank dat jullie mij die bedding geven om te mogen werken. Beste studenten van en deelnemers aan de programma's waaraan ik een bijdrage mag leveren. Ontzettend bedankt voor jullie vertrouwen. Berthe, Hans en Ine. Nou, ik ga niet zoeken waar ze allemaal zijn. Geri en David, ontzettend bedankt voor de setting die jullie mij boden en bieden om diep persoonlijk werk te kunnen doen en met name mij te laten winnen aan de ervaring van openheid, gevoeligheid, levenslust, nabijheid en verbondenheid die er altijd al was en die we ons alleen maar hoeven te herinneren, zoals Hans zo mooi zegt. In ieder geval voor mij zware klus om mijn patroon op dit punt enigszins bij te stellen. Jullie hulp is daarbij onontbeerlijk geweest. Henk, Marion, Boudewijn, Janine, Lieven, Judith, Mark, Monique, Jan, Jane. Jullie zijn van die broertjes, schoonzussen en vrienden. Die, als ik jullie na soms veel te lange tijd weer zie, we gewoon verder gaan bij waar we gebleven waren. Dank voor deze veilige basis. Ellen, fijn dat je in mijn leven gekomen bent. Je laat mij altijd weer de positieve zijde zien. Ik vind dat zo vermoeiend, mensen. Die voortdurende uitnodiging om mijn patronen op dit punt te veranderen. En ik ben er zo blij mee. Ook dat we elkaar versterken om elke dag weer te ervaren hoe verbindend het kan zijn om ruimte te geven aan elkaar. Ruimte en verbinding op onze droomplek in Joppe. Dankjewel. Beste mensen, nu de allerbelangrijkste vraag van vandaag. Dat is maar één vraag natuurlijk. Was het oké zo, mama?
is goed. Nee, ik vond het. Commentaar op de inhoud. Alleen moeders mogen wat te zeggen. Dank u wel. Ik had iets anders voorbereid, ik zal het voorlezen. Want ze heeft wel heel veel gezegd voor een Noordeling. Ik had willen zeggen, beste mensen, voor de niet-Noordelingen onder ons betekent dit dat het een fantastische lezing was. Waarin ik het echt goed gedaan heb, maar vooral dat ik me niet zo druk moet maken of het nou goed is of niet, want ik ben goed genoeg. Dank u wel, mama, daarvoor. Vroeger kreeg ik dan een melkkoetjesreep, maar die heb ik een beetje te veel gekregen. Maar het is misschien. Jullie liefde, uw wijsheid en papa's rechtvaardigheidsgevoel zijn de schouders waarop ik dit leven mag leven. Dank u wel. Ik wens ons allen toe dat we de moed en competentie hebben om onszelf te overstijgen en te omvatten. En nieuwsgierig te blijven om vreedzaam samen te leven en om vruchtbaar samen te werken. Laten we onszelf overstijgen en omvatten en nieuwsgierig zijn in wat onze eigen bijdrage daarbij kan zijn. Ten behoeve van deze wereld, voor onze kinderen en onze kindskinderen. En om mezelf daaraan te herinneren, draag ik met trots een foto van, ik ga ze niet aankijken, want dan ga ik huilen. Niels, Suzanne en Tom, van wie ik papa mag zijn. Dankjewel. Waar zit Suzanne? Oh, daar! Waar ben ik? Ik was jullie niet vergeten. Ja, maar goed. Wij zelf zijn allemaal kinderen. En onze kinderen zijn niet van ons, maar voor ons. Zoals Khalil Gibran al zo treffend schreef. Wij zijn de zonen en dochters van 's levens verlangen naar zichzelf. We zijn te gast in dit leven. Te gast op deze planeet. Ik eindig met een passage uit mijn ochtendgebed, onderdeel van mijn meditatie. Mogen ik de gaven gebruiken die ik heb ontvangen en de liefde doorgeven die ik heb gekregen. Het is gezegd, het is goed zo, ik heb gezegd. Dames en heren, graag geef ik dan nu het woord aan professor Misha Jolix, rector magnificus van onze universiteit. Dames en heren, zeer gewaardeerde professor Schaveling, beste Jaap. Ik ga mijn kinderen even. Van het scherm? Van het Je hebt me gevraagd om enkele woorden te richten na je finale woord, ik heb gezegd, en iets toe te voegen. Ik voel me vereerd dat je me gevraagd hebt, en zeker naar zo'n geweldige openbare lezing. Gelukkig heeft je moeder mij duidelijk gemaakt dat ik niks over de inhoud hoef te zeggen. En dat zorgt ervoor dat ik mijn bubblebox prima eigenlijk, mijn neocortex, tot orde kan roepen. Om datgene te zeggen wat ik eigenlijk graag wil zeggen, pak ik één woord uit je lezing. En overigens straalt je hele lezing dat woord uit. En het woord komt niet alleen maar voor in je dankwoord. En het woord is liefde. Je zegt dat het een moeilijk invoelbare kracht is. In een zekere zin kennen wij het allemaal wat liefde betekent. En je moet zeggen dat ik ook best wel blij ben dat Einstein het ook een lastige kracht vindt. Dat betekent dat we allemaal in goed gezelschap ons bevinden vandaag. En als het over liefde gaat, en dan liefde voor de ouders die je zo mooi hebt getoond, tot over kinderen, over de partner, misschien zelfs over ons bezit,
dan is het nog wel te doen. Dan snappen we waar we het over hebben. Liefde voor de planeet, die je aan het begin van je oratie gaf, is nog een stukje lastiger, vind ik dan. Ik wil een persoonlijk voorbeeld geven waarbij ik dat toch een keer heb gevoeld. Om ook een beeld te geven dat als je ervoor open staat, je het misschien wel zou kunnen voelen, hoe groot het misschien ook is. Zeilend over de oceaan na 4 weken met enorm veel tegenwind, laat je werkelijk alles los. Je dagelijkse beslommering, je ouders, je kinderen, al die dingen die constant rondom ons spelen, van nieuwsberichten, etc. En dan zie je op een gegeven moment de sterren zoals je ze in Nederland eigenlijk nooit kunt zien. Wat je ook ziet, zijn sterren in het water. Dat zijn feitelijk geen sterren, maar het zijn plankton die oplicht op het moment dat je beweegt. En een boot beweegt natuurlijk door het water en je ziet het om je heen. En je hebt het gevoel alsof je eigenlijk zeilt door de kosmos. En als je dan ook nog het geluid hoort van de ademende dolfijnen, en je ziet ze eigenlijk niet, want het is midden in de nacht, maar je ziet ze eigenlijk alleen maar doordat ze juist die plankton in beweging brengen, dan ontstaat er tenminste bij mij een gevoel van, wat hou ik van deze planeet? Ik moet tot mijn schaamte bekennen dat het me niet gelukt is dat gevoel te behouden. Het is moeilijk. Het is moeilijk om zo'n groots gevoel constant bij je te hebben. Ik hou dus ook een pleidooi voor microliefde. Misschien ligt dat aan mij. In de afgelopen jaren, Jaap, heb ik gezien hoe jij liefde hebt getoond voor deze universiteit. En je laat het nu ook heel duidelijk blijken. De mensen die er werken, de studenten, de collega's en ook de wetenschap. En de liefde voor de wetenschap is een lastige liefde, want soms wordt die niet beantwoord. Het zijn net kinderen inderdaad, en met name in de puberteit, zeker als ze naar de peer reviewers gaan. Dus de liefde is ingewikkeld, maar je toont het wel. En het is deze samenspel van oprechte gevoelens, en vermoedelijk zitten ze ergens tussen de neocortex en het limbisch systeem, die je tot een geweldige collega maken. Je mag er zijn. En het is om die reden, denk ik, om die liefde, dat ik je met groot genoegen heb benoemd. En het is een eer en een voorrecht om je te ontvangen als hoogleraar in deze gemeenschap. En met deze laatste woorden ben ik erg dankbaar dat je bij ons bent. Dank u. Elke grote man staat ook een nog grotere vrouw. En waar zijn we? Dank u wel, professor Jolic. Dames en heren, professor Dr. Jaap Schaveling en het college van bestuur van de Nijrode Business Universiteit nodig u allen van harte uit voor de receptie in de Nelly Kroeshal. De deelnemers en de alumni van het modulair executive MBA zijn daarna ook van harte welkom bij de barbecue in de Mensa. Gelieve niet in de rij te gaan staan, maar direct deel te nemen aan de receptie. U kunt de orator de hand schudden op het moment dat het u schikt. Ik verzoek u dringend op uw plaats te blijven totdat het cortege als eerste de zaal heeft verlaten.